Duizenden Nederlanders zitten al weken vast in Marokko. Ze richten zich nu tot de Marokkaanse koning in de hoop dat die ze laat gaan. Het duurt gewoon nu veel te lang en het begint zijn tol te eisen. Er zijn genoeg mensen die hun onderdak kwijtraken, het geld op is, ziek zijn, gescheiden zijn van hun families en die willen ook heel graag naar huis. En verder vandaag. De natuurbrand in Deurne is de grootste die ooit in Nederland heeft gewoed. De brandweer is er nog weken zoet mee. Vakantie in eigen land, kan dat wel dit jaar? En zo ja, hoe? En ook tijdens de Ramadan zijn veel dingen anders dan anders. Dit is het RTL Nieuws van donderdag 23 april. Goedenavond, een brief aan de koning. Het is de ultieme poging van zo'n 3000 Nederlanders die al sinds het begin van de coronacrisis vastzitten in Marokko. Het gaat om toeristen en om Nederlanders die ook een Marokkaans paspoort hebben. Ze vragen de Marokkaanse koning om ze te laten gaan. Maar Marokko houdt nu het luchtruim al ruim een maand dicht. Zo ben je op bezoek en zo zit je vast. Halima uit Eindhoven heeft een duidelijke boodschap voor ons. Dus Nederland, help ons alsjeblieft, haal ons naar huis. Want wij missen onze thuis. Er zijn genoeg mensen die hun onderdak kwijtraken, het geld op is, ziek zijn, gescheiden zijn van hun families en die willen ook heel graag naar huis. Marokko zou moeilijk doen over het laten gaan van eigen onderdanen, mensen met een dubbele nationaliteit. En vanwege een langslepend diplomatiek conflict zou Nederland bepaald geen voorrang krijgen. Wij hebben dagelijks contact met het ministerie Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ambassade, bijzondere bijstand buitenland. En het enige antwoord wat we al 7 weken krijgen is, we zijn ermee bezig, maar het duurt gewoon nu veel te lang en het begint zijn tol te eisen. Anderen maken er ondertussen maar het beste van. Want ook zangeres Anouk zit vast in Marokko. Ze schrijft en zingt nummers op Instagram. Ook toeristen zitten dus vast. Leuk is anders, in Marokko geldt een strenge lockdown. Het leger patrouilleert op straat. Wie zonder mondkapje naar buiten gaat, riskeert een boete. Namens de 3000 Nederlanders is er een brief geschreven aan de koning van Marokko. We smeken uwe majesteit van de gelovigen. Majesteit de koning, om ons te verenigen met onze dierbaren en degenen die ons nodig hebben. Het geld, maar ook het geduld raakt op. Nou, ik ben even in de tuin van opa. Nou, die heeft hier een vijgenboom bijvoorbeeld. De vijgen zijn nog niet rijp, dat duurt nog even. Maar ik hoop dat we tegen die tijd al weg zijn. D66 en GroenLinks willen dat koning Willem-Alexander de Marokkaanse koning gaat bellen om de druk op Marokko op te voeren. Want tot nu toe lukt het kabinet niet om deze gestrande Nederlanders uit Marokko weg te krijgen. Nou ja, ik denk dat het kabinet wel zijn best doet, maar het is in ieder geval nog niet genoeg om de mensen terug te krijgen. De relatie met Marokko is een beetje problematisch, hè? Of het nou gaat om het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers of als het gaat over mensenrechten. En het lijkt er toch op alsof Marokko niet zo heel erg staat te trappelen om Nederland ter wille te zijn. Ja, ik vind dat nu het zo lang duurt dat het tijd wordt om het allerhoogste niveau in te zetten. In Marokko is er een koning, die is daar de baas. Ik denk dat het verstandig zou zijn als de Nederlandse koning ook de Marokkaanse koning nu belt om te proberen op het allerhoogste niveau deze situatie los te krijgen. Om duidelijk te maken dat wij alle Nederlanders terug naar Nederland willen hebben. Uiteraard op een vriendelijke toon. Maar wel van koningshuis naar koningshuis.